belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Staatssecretaris Paul Blokhuis uit Nederland, die verantwoordelijk is voor volksgezondheid, heeft de afgelopen dagen Curaçao bezocht. Hij heeft onder meer een gesprek gehad bij het CMC, onder meer met epidemioloog Issy Gerstenbloed en met de regering. Hij is teruggekeken op de hulp die Nederland heeft geboden toen het zo slecht ging op Curaçao met de coronabesmettingen. Volgens hem is die hulp goed verlopen en kijkt hij tevreden terug. Paul Blokhuis zal nu naar Bonaire vliegen en zijn bezoek daar voortzetten. In het gebouw van de vertegenwoordiging hier van Nederland op Curaçao hebben we een interview gehad met staatssecretaris Paul Blokhuis. Corona is er nog. Het is helemaal niet over, de pandemie, maar we halen wel rustiger, wat relaxter adem in ieder geval. Als u terugkijkt op de rol van Nederland bij het helpen van die dramatische ontwikkeling op Curaçao, kijkt u onder de omstandigheden tevreden terug op wat Nederland heeft kunnen doen? Ja, ik hou er niet van om het woord trots in de mond te nemen, want dat vind ik een beetje ongepast. Maar ik ben echt heel erg blij en dankbaar voor de manier waarop we hebben kunnen samenwerken met Curaçao, maar ook met andere landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. En natuurlijk met onze eigen BES-eilanden. Ik kijk daar, laat ik zeggen, met gepaste trots op terug. De samenwerking met de politici en de ziekenhuizen en de publieke gezondheid, Izzy, maar ook Irelize, die het vaccinatieprogramma heeft geleid. Stem bij alleen maar tevreden en dankbaar. Van alle kanten is er heel hard aan getrokken en ik denk dat niemand daar echt steek heeft laten vallen. Er is optimaal samengewerkt. Ik zou echt ook niet weten hoe dat beter kon. Het landsbestuur van Curaçao heeft de verantwoordelijkheid gepakt door mensen op te roepen om zich te laten vaccineren en door maatregelen te nemen. Er is hier een vrij strenge lockdown geweest. Daar had het kabinet ook anders kunnen kiezen. In het belang van het toerisme. Ja. En ik ben blij dat het kabinet verder heeft gekeken dan morgen. Gezegd, we dienen het toerisme op Curaçao en de hele economie dienen we het beste door nu keihard het aan te pakken en die lockdown, die voor heel veel mensen, dat realiseer ik me echt donders goed, gewoon een afschuwelijke tijd is geweest. Maar dat heeft Curaçao fantastisch gedaan en de hulp die wij hebben kunnen bieden met AMI, en dat is echt massief, dus je hebt het ook echt over heel veel nullen hoor. Ja. Dat gaat echt om grote bedragen. Dat is AMI inzet en daarnaast personeel vanuit Nederland, waar in Nederland ook echt support voor was van wat geweldig dat mensen die hulp gaan bieden. IC-personeel niet, want dat zou echt niet kunnen, maar andere artsen. Dat is vrij massaal gebeurd en de hulpmiddelen, beademingsapparatuur, IC-installaties. Wij moeten dat nog evalueren, maar ik kijk daar met volle tevredenheid op terug hoe dat gegaan is. Je zag ook de sense of urgency bij iedereen die bij betrokken was. Behalve bij de nieuwe parlementariër voor Forum voor Democratie, die zich afvroeg waarom we in hemelsnaam mensen naar Curaçao moeten sturen. Ja, ik denk dat ik me niet tot... ik zou zeggen, breng me op maandagmorgen niet in de verleiding om hele foute dingen over mensen te zeggen. Maar gelukkig zijn partijen die daar hele gekke ideeën over hebben, die hebben geen meerderheid in het parlement. En u kijkt er tevreden op terug? Dit is goed gegaan, gepast trots. En dit is wat mij betreft ook niet alleen corona gerelateerd, maar dit opent ook een deur naar een hele goede samenwerking in de toekomst op gezondheidsterrein. Perfect, dank u wel. Agua y corriente es esencial para nos vida diario. Y pensé en Aqualectra, ta honra di por sirvi y di contribuir al bienestar duradero de nos comunidad. Nos que llamamos tanki pa cumplir carga siempre con nos. Y que otra manera pa mostrar nos gratitud ofreciendo bo un compensación. Vou prosseguir registrar e aplicar tranquilo via aqualectra.com/dankinabo ou chama 0800-0135. Muito nos contribui na melhor corso. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.